we verwachten een hoop ambiance. Welkom bij de eerste aflevering van Bij ons in de buurt. Bij mij in de buurt staat Kim. Kim, wat staat hier allemaal te gebeuren? Nou, dit weekend vinden de Dollemansdagen plaats. Een groot evenement in Raamsdonk. Waar onder andere een muziekprogramma is op zaterdagavond. Maar ook een zeskamp op zaterdagmiddag voor de kinderen. En op zondag voor de volwassenen. En ja, ik zie een heleboel tenten. Het lijkt bijna wel een festival. Ja, zo kan je het wel noemen. We hebben dit jaar 3 grote tenten en een middenpodium. We hebben een barn waar vooral rock en roll wordt gedraaid, gespeeld. We hebben een club waar onder andere de lievelings-dj's van je zusje staan. We hebben een feestcafé. Maar we hebben dit jaar ook een Dollemansstraat waar onder andere een karaokebar is en een theater. Door je hoofd en die tijdens het slapen je van je rust berooft. Een dag of 7 later, toen ging ik weer op stap. Was Atje nou een kroeg of gewoon een goede grap? Ik hoorde na 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 en iedereen zong mee. Zou Atje daar nou binnen zijn? Ik had echt geen idee. Ja, en op zondag is het natuurlijk tijd voor het zeskamp. Zijn er weer veel teams ingeschreven? Ja, dit jaar zijn er 46 teams ingeschreven en dat is een recordaantal. Dus we verwachten een hoop ambiance. En ja, wat voor spellen kunnen we weer gaan verwachten? Nou, we komen natuurlijk weer een paar klassiekers terug. Zoals de Dollemansrit, dat is een kenmerk wat ieder jaar terugkomt. Maar ook een paar nieuwe spellen waarmee we weer gaan hopen te verrassen.